gaan het hebben over het starten, bijvoorbeeld van een auto. Ja, maar een auto kan natuurlijk ook stoppen, remmen. In beide gevallen is er weer arbeid nodig. En daar gaan we het over hebben. Arbeid en de snelheidsverandering. Het starten en stoppen. We gaan eerst weer even een balletje omhoog gooien. Zo, daar gaat hij weer. En, oh, goed zo, even stoppen, prima. Op het moment dat hij omhoog gaat, ja, de zwaartekracht, nou, verplaatsing omhoog, zwaartekracht naar beneden toe. Dus de arbeid is negatief. Kortom, arbeid is negatief. En de snelheid tijdens omhoog gaan, die zal natuurlijk afnemen. Hè? Dan gaat de bal weer naar beneden toe. Zo. En naar beneden gaan betekent dus S naar beneden toe, kracht naar beneden toe. Dus de arbeid hier is positief. En als je naar beneden gaat, wat gebeurt er met de snelheid? Ja, die neemt toe. En dat is het, als je een negatieve arbeid hebt, heb je snelheidsafname, heb je een positieve arbeid, heb je een snelheidstoename. Oftewel, als je arbeid hebt, ja, dan geeft dat iets met snelheid. Stel je voor 100 Newtonmeter of 100 Joule, die doet iets met snelheid. Ja, die snelheid die zal veranderen. Nu heb je natuurlijk dat de arbeid is in Newtonmeters of Joules. En snelheidsverandering is in meters per seconde. Dus dat kun je niet één op één overnemen. En dat klopt ook, want er is natuurlijk wel iets meer aan de hand dan alleen snelheid. Stel je voor, ik heb hier twee boodschappenwagentjes. De een aanmerkelijk zwaarder dan de ander. En ik ga op beiden dezelfde kracht doen. En dat doe ik over 1 meter. Dat betekent dus dat ze beiden een arbeid erop wordt verricht van F keer S. Oftewel die 100 joule of 100 newtonmeters. Als ik dat doe, ja, dus dezelfde arbeid, dan is het natuurlijk logisch dat die zwaardere kar veel minder snelheid krijgt. Dus snelheid is niet alles. Wat dan nog meer? Nou, eerst eventjes arbeid. Arbeid is F keer S. Als ik nou voor F M keer A invul, tweede wet van Newton, dan wordt dit dus arbeid is M keer A keer S. Oké, we gaan weer een stukje verder. Die S, afgelegde afstand, ja, dat is een half AT kwadraat. Nou, dat hebben we eerder gehad. Als ik dus voor S dat invul, dan krijg ik dus dat arbeid is M keer A keer een half AT kwadraat. Eventjes samennemen. Dan krijg ik dus dat dit is een half keer M keer A keer T. En die beide in kwadraat. Hè? Want je ziet hier, ik heb hier een A en daar een A. Dus dat is ook A kwadraat. En dat heb ik hier. En wat is A keer T? Precies, de snelheid. Kortom, wat hier staat is dat de arbeid is een half MV kwadraat. Zowel M als V spelen een rol. Eventjes hier weer. Ja, de twee boodschappenwagentjes. Nou, stel je voor, de bovenste was 40 kilogram en de onderste was 10 kilogram. Ja, hoeveel is dan de snelheid voor beiden? Nou, de arbeid, ja, is een half keer M keer V kwadraat. En de arbeid op beide karren is 100 newton. Als ik dat invul voor de bovenste, krijg ik dus 100 is een half keer m keer 40 keer v kwadraat. En voor de onderste, hetzelfde, 100, dezelfde arbeid, is een half keer massa, 10 keer v kwadraat. En dan kun je dus v berekenen. Bij de bovenste kom je op 2,2 meter per seconde en de onderste die krijgt 4,5 meter per seconde. Even alles op rijtje. Je hebt dus arbeid, dat doet iets met snelheid. Ja, het is een snelheidsverandering, een toename of een afname. Hoeveel, dat hangt af van hoeveelheid arbeid. Die kun je berekenen met F maal S. En hoeveel verandert snelheid is ook afhankelijk van de massa. Namelijk half mv kwadraat op het eind
min een half mv kwadraat in het begin. En die twee zijn gelijk aan elkaar. Dus de totale arbeid, ja, moet gelijk wezen aan die verschil in een half mv kwadraat. Laten we eens een voorbeeld bekijken. Ja, daar hebben we weer het karretje. 40 kilogram zwaar en heeft een snelheid van 4,5 meter per seconde. En die gaan we laten afremmen. Ja, laat afremmen na 2 meter per seconde. En dat gebeurt op een afstand van 5 meter. Dus stel je voor, karretje, ja, je moet afremmen. En na 5 meter ja, ben je een afgeremd tot 2 meter per seconde. Hoeveel kracht is daarvoor nodig? Nou, eventjes bekijken. Ja, in het begin heb je dus een half mv kwadraat. Ja. Op het eind heb je natuurlijk ook een half mv kwadraat. Oftewel, in het begin is hij, ja, vul maar in. Op het eind is hij, vul maar in. Alleen de snelheid verandert natuurlijk. En dat betekent dus dat ik een verschil in arbeid heb van 325 newtonmeters. Om dus die snelheidsverandering voor elkaar te krijgen, heb ik een arbeid nodig van 325 newtonmeter. En wie moet die arbeid verrichten? Precies de kracht. Ja, om hem te remmen. En dan vul je het in. Frm is die 325 gedeeld door afstand. En dus is er een kracht nodig geweest van 65 newton. Hey, wat is dat? Ah, ja, daar kun je natuurlijk ook aan doen. Er een eind aan maken. Nou, dan is het mooi geweest. Bedankt voor het luisteren en tot horens.